is zo fijn dat de oude vrouwen zijn. Kaira, eerste competitiewedstrijd, 0-0 gelijkspel. Kunnen jullie daar tevreden mee zijn, vind jij? Ja, ik denk op zich dat we wel tevreden kunnen zijn. We spelen tegen PSV, dus ik denk dat 0-0 wel een prima uitslag is. Vooraf zou je ervoor tekenen. Ik denk, als je de wedstrijd bekijkt, hebben we nog best wel dingen gecreëerd. Het is jammer dat we ze dan niet maken, maar ja, het is denk ik een goed begin. Jullie sterkste fase was het eerste kwartier van de wedstrijd. Jullie begonnen heel fanatiek, heel goed. Na 5 minuten eigenlijk de kans via Lob Colonna om die 1-0 te maken. Dat zit dan even tegen. Ben je het mee eens dat dat de beste fase was van jullie in deze wedstrijd? Nou ja, ik denk dat we sowieso hadden afgesproken. We moeten scherp beginnen. We moeten laten zien, wij zijn ADO. En ik denk dat we inderdaad goed begonnen. En, maar ik denk ook wel dat we meerdere goede fases hebben gehad. Maar ik ben het er wel mee eens dat het eerste kwartier wel goed was, zeker. Hun kregen na die eerste kans voor Lob Colonna ook een behoorlijke mogelijkheid. Die gaat er dan niet in. Daarna was het een beetje in evenwicht wat dat betreft. Na die 15 minuten gebeurde er in de restant van de wedstrijd, behouden ze dan een minuutje voor de rust, gebeurde er vrij weinig. Ja, op een gegeven moment moet je kijken van wat kunnen we doen. We probeerden in ieder geval de bal te houden. Zorgen dat we in ieder geval niks tegenkregen. Gewoon kijken of er mogelijkheden lagen. Om te kijken of we dus voor het doel konden komen. Ja, lukt dat even niet, dan lukt dat even niet. Dan gaan we na de rust weer kijken. Dus ik denk dat het goed was dat we de rust hielden. Want ja, je hebt nog 45 minuten om verder te gaan. Wat gaven de trainers aan jullie mee in de rust? Gewoon door blijven gaan, scherp blijven. Gewoon rustig blijven voetballen. Dan komen de mogelijkheden wel. In hoeverre is het toch anders voetballen met bijvoorbeeld de snelheid van Lees Rijsberg die jullie vorig jaar hadden? En uiteraard nu niet meer. Je kon nog wel eens een bal diep spelen op Liz. En met haar snelheid kon er altijd wel een gevaarlijke situatie ontstaan. Dat ontbreekt nu een beetje, die pure snelheid. Nou ja, ontbreken. Ik denk dat we sowieso heel veel kwaliteit hebben in ons team. Ook andere kwaliteiten. En wij zijn nu aan het kijken hoe we die kunnen benutten. En nou ja, ik denk op deze wedstrijd gezien dat we al best een aardig eind komen. En tuurlijk, we kunnen hier nog verder in ontwikkelen. Maar het is de eerste wedstrijd, dus we kunnen nu alleen maar vooruit kijken. Op een gegeven moment komt er een situatie waarbij de keeper van PSV betrokken was. Op de rand 16, dan kon ik niet zien of die scheidsrechter nou floot voor een handsbal van de keeper of een overtreding. Want dat was bepalend daarna, omdat jij die bal stijf in de kruising als een streep erin kegelt. Ja, ik zal je eerlijk zeggen, het was ook niet helemaal duidelijk wat er nou gebeurde. Ze zei heel veel, maar wat er nou eigenlijk precies aan de hand was, was niet helemaal duidelijk. En ja, ik stond bij die bal en ik was met Daniel aan het overleggen. En zij stond een beetje in mijn dode hoek voor mijn gevoel. En toen deed ze die hand omhoog. En ja, dat zag ik dus niet, omdat ze in mijn dode hoek stond. En toen zei ze, toen ik mijn aanloop aan het nemen was, indirect. Ja, toen was het te laat. Ja, dat was inderdaad een beetje een sneu dan op dat moment. Want hij zat daar echt geweldig in. Het is maar even dat Daniel bij wijze van spreken even zo had gedaan. Dan had hij goed geweest. Ja, dan was hij goed geweest helaas. Maar ja, je leert hem ook weer van. Maar goed, al met al 0-0 tegen PSV in eigen huis. Dat is geen slecht resultaat. Nee, ik denk dat het geen slecht resultaat is. En ik denk dat we hier ook alleen maar weer verder op voort kunnen borduren. Stefan, de kop is eraf wat jullie betreft voor de competitie. Hoe tevreden kun je zijn? Ja, stiekem hoop je dat hij dan nog een keertje daar valt. En zeker de eerste helft denk ik dat daar echt wel mogelijkheden voor waren. Tweede helft zie je dan dat het ook wel in kracht zoveel kost dat de kansen die we krijgen echt minimaal zijn. Maar als we kijken naar wat voor wedstrijd we vandaag wegzetten, nou, ik denk dat we dat best behoorlijk gedaan hebben. De sterkste fase vond ik persoonlijk de eerste 15, 20 minuten van jullie. Toen waren jullie wat dat betreft de bovenliggende partij. Uitstekende voorzet na 5 minuten al van Danielle op Lobke. Ja, alleen die had de vizier niet op scherp staan. Want dat was de kans om gelijk in het begin van de wedstrijd op voorsprong te komen. Ja, zeker. En dat weet Lobke zelf ook. Dus dat hoeven we nu niet nog extra uit te zoomen. En ook als team denk ik dat we daar echt wel heel goed hebben gedaan. Inderdaad, die voorzet dat had een mooie kans geweest. We moeten gewoon weer verder. De meiden hebben veel arbeid geleverd vandaag. Ik denk dat het tactisch goed stond, precies wat je zegt. De eerste paar minuten stond het goed. Ik denk dat zij ons ook gezien hebben tegen Heerenveen. Nou, daar hebben we iets aangepast. En de meiden hebben dat fantastisch uitgevoerd. Waar kun je in de eerste helft het meest tevreden over zijn? Nou, dat we niks weggeven. Wij geven gewoon geen kans weg, eerste helft. Dat zeggen we ook in de kleedkamer. En ik denk dat
dat je zegt, we creëren zelf de kansen. En daar zijn de meiden dan misschien nog het meest teleurgesteld over, dat je die kansen krijgt, maar dat ze er niet in gaan. Maar ja, we geven gewoon niks weg. Dan breekt de rust aan, dan ben je uiteraard weer even met de speeltjes onder elkaar in de kleedkamer. Wat geef je ze mee voor die tweede helft? Nou, dat dezelfde meters gemaakt moeten worden die de eerste helft gevraagd zijn. En dat zit ook in de organisatie. En daarin hebben we ook een plan B neergelegd. Oké, wat als we niet meer kunnen belopen, wat gaan we dan doen? Dus dat hebben we dus zeker in die slotfase nog kunnen toepassen met een aantal poppetjes. En dan ga je natuurlijk wel weer wegen. Ga je nog volle bak voor de winst? Hou je de nul? Wie gaan zij wisselen, et cetera? Daar ben je druk mee bezig. Maar de meiden zeiden allemaal van nee, we gaan zo door. En dat hebben ze keurig gedaan. Dan komt er een vrije trap op een meter of twee buiten de 16 bij PSV. Dan gaat hij als een streep erin via Kaira. Ja. Wat dacht je? Kat in het bakkie? Nee, niet kat in het bakkie. Alleen zeker nog, Alex en ik riepen nog indirect. Ja, dat zei ze net voor de camera ook. Alleen ze zegt van ik had niet helemaal goed door dat die scheidsrechter de hand in de lucht gooide. Het duurde wel heel lang voordat zij de arm omhoog deed. Het duurde echt heel lang, want ik zei nog op de bank, blijf direct. En toen in één keer stak ze omhoog en toen was Kaira al aan het rennen. Ja, toen wisten wij al, toen iedereen ging en de muziek ging aan, toen dachten we, en weer terug en weer door. Maar goed, dat zit dan even tegen op dat moment. Dan merk je ook niet aan de ploeg dat ze daardoor aangeslagen zijn, verre van dat. Ze pakken het weer op. Ja, echte uitgespeelde kansen heb ik daarna vrijwel niet meer gezien. Aan beide kanten niet trouwens, hè? Nou, ik krijg in de slotfase nog een moment waarin we de keeper van PSV nog wel in de problemen brengen. Maar inderdaad, wat je zegt, dan kom je driekwart op het veld. Want de verre bal van PSV op de lat. Maar goed, Barbara die had al lang gezien dat die er nooit in kon. Dus die blijft heel slim stoïcijns staan. Maar goed, al met al een gelijkspel tegen PSV in de eerste wedstrijd is wat dat betreft een resultaat waar je mee kan leven. Zeker, er stond nog een rekening open. Daar heb ik ze ook op geattendeerd. BK 1-4. Precies. Dus daar heb ik ze op geattendeerd van ja, er staat nog een rekeningetje open. En daar moeten we gewoon alles voor leveren. En strijd, passie en voor mij hebben we dat echt laten zien. En ja, dat we dan niet die goals maken vandaag. Nee, hopelijk over 2 weken tegen PEC dan.